gaat je voor het eerst op vaarvakantie, dan zijn er enkele dingen die niet mogen ontbreken in je bagage. Dingen waar je misschien niet direct aan denkt. Ik ben Olga en samen met kapitein Maurits en de scheepshond Noti vorm ik de bemanning van het vakantieschip De Vier Vaargetijden. Wie bij ons aan boord stapt, krijgt een ontspannen vakantie over de Belgische binnenwateren en een totaal nieuwe kijk op België. Zorg voor voldoende zonnebrandolie. Want de impact van de zon is een belangrijke factor op het water, ook als de zon zich verschuilt achter de wolken. Door de schittering en de reflectie op het water verbrand je veel vlugger dan aan land. En ook de wind heeft veel meer vrij spel op het water en dubbelt daardoor de impact van de zon. Aan de andere kant krijg je veel vlugger een bruine kleur, ook al blijf je de hele tijd in de schaduw van het afdak. Neem ook een goede zonnebril mee, want diezelfde glinstering heeft ook invloed op je ogen. Aan de andere kant is al die glinstering en schittering op het water extra mooi op je foto's. Vergeet zeker je fototoestel niet mee te nemen. En tenslotte, breng een hoedje of een pet mee. Want door je hoofd en je ogen in de schaduw te zetten, vermijd je hoofdpijn. Het is trouwens direct een goede excuus om je meest foute hoed mee te brengen. En drink vooral genoeg. Daarvoor hoef je niks mee te brengen. In de Honorbar vind je een hele mooie collectie aan Belgische bieren en andere lekkere dingen. En ook het kraanwater is een goede dorstlesser. En heb je liever een warm drankje? Ja, koffie en thee, dat is altijd onderhand bereik. Met een koekje natuurlijk. Wilt je nog meer video's zien over vaarvakanties in België? Abonneer je dan op ons kanaal en klik ook op het belletje. Dan mis je geen enkele video. Veel vaargroeten van de hele bemanning.